Als je kijkt naar de digital competenties, daar zou je best kunnen werken met een structurele laag en een deel aanvulling. En waarom? Omdat juist ook die frisse wind de kennis van de zittende mensen ook weer kan aanvullen. Waardoor je ook op een natuurlijke manier verder leert, verder weet. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage startup? Bouw dan samen met ons aan the future of work in marketing. Nou, welkom. Vandaag hebben we wederom een financial marketing topper in huis. Marjolein Kleinhuis van SNS Bank is sinds 2018 de marketingbaas en ook directielid bij SNS Bank. En na de agile transformatie richt zij zich vanaf deze maand vanuit het leadership op strategie, inclusief het merk en de maatschappelijke strategie. En daarvoor werkte Marjolein ruim 15 jaar als manager en marketeer bij telcobedrijven als HTC en Ziggo en Hi. Kennen jullie dat nog van KPN Hi? Dus Marjolein, welkom. Hoe is het met je vandaag? Ja, dankjewel. Het gaat goed. Het is vandaag bijna 20 graden volgens mij. Dus heerlijk weer. Straks nog even naar buiten. Ja, top, top, top. Nou, helemaal leuk. Hey, dankjewel dat je de tijd voor wilde vrijmaken om het een en ander te delen over jezelf, je marketingloopbaan, je team en natuurlijk ook het merk en de marketingstrategie bij SNS. Maar we trappen eigenlijk altijd af met waarom doe je wat je doet? Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Waarom doe ik wat ik doe? Eigenlijk zeg ik altijd van waar mag je mij 's nachts voor wakker maken? Dat is voor goede consumenteninzichten. Daar mag je me serieus 's nachts voor bellen. Want goede consumenteninzichten liggen niet voor het oprapen. Ondanks dat men wel eens anders denkt. Ik hou van de sociale psychologie, maar ook de commerciële psychologie. En dat gecombineerd met marketing in the end, maakt eigenlijk dat ik nog net zo enthousiast ben als toen ik begon. Ja, super. Hey, je startte bij telco, nu zit je bij finance. Waarom heb je die overstap gemaakt van de telco-sector naar het bankenwezen? Nou, de keuze voor de sector is eigenlijk niet zo bewust gegaan. Met name eigenlijk de uitdaging die er lag. Eind 2018 was er een grote reorganisatie geweest bij SNS. En de hele marketingafdeling mocht eigenlijk opnieuw opgebouwd worden. En ook gecombineerd met, op vrij korte termijn ook, kijken naar de nieuwe strategie. En die combinatie, eigenlijk de hele puzzel opnieuw mogen leggen, leek me een hele leuke uitdaging. En daarom naar SNS gegaan. Oké, okay, super. Ja, want je werkt al ruim 15 jaar als marketeer. Nou, ik weet nog wel, toen wij onze carrière begonnen, had je ongeveer 5 kanalen. En die veranderden ook niet zo vaak. En dan was het hoogtepunt vaak van marketeer die leuke fotoshoot van een televisiecommercial in Zuid-Afrika. Nu heb je meer dan 50 kanalen die ook continu veranderen. Je hebt natuurlijk enorm veel marketing technologie tools, hè, inmiddels 8000. Dus we leven eigenlijk in een tijd van bijzonder veel veranderingen. Natuurlijk daarbovenop ook nog eens een keer van wat is de rol van bedrijven en merken in deze toch wel volatiele tijden. Dus noem eens eventjes een paar veranderingen die jou inspireren. Ja, nou eigenlijk toch ook weer die consumer insights. Want hoe die veranderingen eigenlijk ook gaande zijn. We moeten met z'n allen ons best blijven doen om die insights te vinden. En ze ook alweer op de juiste manier te gebruiken. En of dat nou one-to-many is of one-to-one. Dus de mate van relevantie, die is natuurlijk toegenomen in de afgelopen jaren. Maar die consumer insights, die blijven relevant. Maar het betekent wel dat elke dag topsport is. Want de consumer insight van vandaag de dag is niet gelijk aan 10 of 20 jaar geleden. En natuurlijk heb je macro-trends. Maar dan moet je dus elke dag je best voor blijven doen. Want anders sla je gewoon die plank hartstikke mis. Dat vind ik echt leuk. Dat heeft natuurlijk te maken met een stuk dynamiek in de markt. Als je zegt van ja, wat valt dan tegen? Of wat vind je lastig? Dat is eigenlijk ook die dynamiek. Want het is natuurlijk gigantisch hoe onze
domein het werk verandert. Hoe blijf je relevant? Welke kanalen kies je wel? Alles doen is bijna onmogelijk. Doelgroepstrategieën worden steeds relevanter. Dus het is gigantisch veel. En ik hou wel van puzzels goed leggen. Dus dat betekent dat je aardig aan het puzzelen bent op het moment. Ja, absoluut. Hey, en kun je iets vertellen over de rol van marketing binnen SNS Bank? Hè? Want ik heb zelf ook in de financiële sector als marketeer gewerkt in New York bij JP Morgan Chase. En het was altijd wel op senior niveau wel hele verschillende meningen vond ik altijd over de importantie van marketing. Hè, sommige collega's die zeiden, ja, het is echt ontzettend belangrijk dat je vooral first- en third-party data, dat je dat kan convergeren, zodat je dan eigenlijk de ultieme marketing insights en klantcontactstrategie zou kunnen neerzetten. En anderen vonden het toch allemaal een beetje fluff en begrepen de importantie er niet zo van. Kun jij iets duiden over hoe marketing zeg maar strategisch gezien bij SNS Bank wordt bekeken? Ja, SNS is natuurlijk samen met drie andere merken onderdeel van de Volksbank. Dus we hebben eigenlijk gezamenlijk een vier merkenstrategie en met die moeder van de Volksbank daarboven. En ik denk dat dat eigenlijk al zegt waar marketing in de organisatie zit. Want de gehele strategie is ook rondom de moeder met de merken. Dat betekent dat de marketing in het hart zit van de organisatie. Dus het voorbeeld wat je net aanhaalt heb ik gelukkig niet gemerkt. Wat je wel merkt is verschillen in finance of in telco. Ik ben echt, het begon bij HAI, het jongerenmerk bij KPN. Ik denk wel dat we daar topsport bedreven qua insights. Echt altijd bovenop de bal zitten, de laatste trends volgen en daar ook weer de juiste dingen mee doen. En als je kijkt naar de bankenwereld, naar de financiële industrie, daar hebben we natuurlijk ook te maken met heel veel wet en regelgeving. En terecht, want we willen gewoon natuurlijk een betrouwbare partij zijn richting de consument. Maar dat betekent ook dat soms de snelheid die je wil maken, wel heel even ietsje afgeremd zal worden. Omdat je ook wil zorgen dat je totaal compliant of op de juiste manier naar buiten gaat. Ja, daar zitten wel verschillen in. En daar heb je als marketeer in telco heb je natuurlijk daar ook veel mee te maken. Maar wel minder dan in een financiële industrie. Ja, absoluut. Maar dat hoort erbij. Ja, zeker. Ja, want je noemt inderdaad even Volksbank. Hè? Dus dat is echt jullie overkoepelende organisatie voor een aantal merken. Hè? Dus waaronder SNS is volgens mij de grootste daarbinnen. Ja. Maar dan heb je ook nog ASN en Regiobank en BOGL Wonen. Hebben jullie dan zeg maar voor elk van deze merken zeg maar een eigen marketingorganisatie? Of hebben jullie dat geclusterd zeg maar in één competentiecentrum bijvoorbeeld, waarbij dan bepaalde learnings en misschien ook tooling en andere zaken, playbooks, deelt met elkaar? Nee, elk merk heeft zijn eigen marketingafdeling, marketingstrategie. En die telt ook weer op naar de strategie van de Volksbank. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk even in totaal bekijkt, bijvoorbeeld het CBS-model Brede Welvaart. Als je daarin ziet, er zitten 8 indicatoren in hoe je aan brede welvaart, dus aan welzijn, kunt bijdragen. Mm-hmm. En op die 8 indicatoren, daar zul je dus zien dat ieder van ons, van de merken, aan verschillende indicatoren bijdraagt. BOG Wonen is echt op het intermediair vlak en rondom wonen de speler. Is ook met pilots zoals Duurhuur nu bezig om te kijken van hoe relevanter we daar kunnen zijn voor de doelgroep van BOG. ASN is heel erg op het duurzame vlak van de mensenrechten, biodiversiteit, en Regiobank, dus de buurtzame bank. En als je dan kijkt naar SNS, wij bestaan al meer dan 200 jaar, in 1817 opgericht vanuit het algemene nut. En dan zie je dus echt dat in de kern wij een mensenbank zijn. Dus de sociale gelijkheid, de gelijke kansen, daar zijn we om opgericht, om mensen vooruit te helpen. Mee te helpen in de volgende uitdaging van hun leven. Ja, En dat heeft altijd wel rondom verschillende doelgroepen gespeeld. Ja. 200 jaar geleden was net een andere doelgroep dan nu. Maar dat ligt eraan welke doelgroep de uitdaging heeft. Ja. Maar zo zie je dus dat die vier banken eigenlijk optellen tot beter voor elkaar van de Volksbank. Ja, en zijn er ook veel klanten die zeg maar bij alle merken bankieren? Of heb je toch wel hele specifieke doelgroepen voor elk van die merken?
Nou, we hebben geprobeerd wel met de doelgroepstrategie, zoals ik bijvoorbeeld ook bij KPN, nou, dat is al wel weer iets van 15 jaar terug, maar ook daar werkten we met meerdere merken. En daar hebben we wel heel duidelijk voor die merkenstrategie en doelgroepstrategie gekozen. Uiteindelijk heb je wat overlap, en dat is ook niet erg. Maar je wil natuurlijk wel met je merken zo efficiënt mogelijk je marketing en je business bedrijven. En ook die maatschappelijke relevantie, die telt op als je de merken goed positioneert. Een dubbele merken, daar zit je niet op te wachten. Ja, ja, helder, helder. Komen er nog andere merken bij in de komende jaren? Of willen jullie echt focussen op deze vier? Nee, deze vier staan goed in de markt en dit is wel de focus. Zeg nooit nooit. Ik heb mijn focus op SNS, dus wie weet. Maar vanuit SNS heb ik de focus hierop. Oké, helder. Hey, vertel eens al iets over de rol, want je bent ook bestuurslid, hè, bij SNS. Dus op wat voor manier, zeg maar, is marketing een onderdeel, zeg maar, van jullie executive management laag? En met welke peers bijvoorbeeld heb je veel interactie? Ja, dus toen ik begon in 2018 tot eigenlijk maart dit jaar. Nu zijn we net helemaal gereorganiseerd naar helemaal agile. Ik zat in het MT SNS en dat bestond uit de natuurlijke algemene directeur, dus de directievoorzitter, change focus, retail directeur, iemand die meer de focus had op strategie en ook op de ondersteuning, dus ook om te zorgen dat het hele retail tak goed verliep, maar ook intelligence wat daar zat. En dan had je de merk, marketing en communicatie afdeling of teams. En die die waren onder mijn verantwoordelijkheid. Dus een vijfkoppig team. Vrij beperkt en overzichtelijk. En ook hele nauwe lijnen met elkaar. En het eerste jaar dat ik bij SNS kwam, met name eigenlijk het marketingteam opnieuw opgebouwd. Na die reorganisatie waren er heel veel vacatures. Dus eerst de focus op basis op orde. En in begin 2020 hebben we eigenlijk samen, dus ook als directie, de koppen bij elkaar gestoken. En vanuit die teams, multidisciplinaire teams, gebouwd. Okay. Dus in plaats van de silo's, op deze manier samenwerken. Dat heel erg aangejaagd. Je hebt natuurlijk, je loopt tegen van alles en nog wat aan. En die ga je gaandeweg met elkaar oplossen. En eigenlijk in die samenstelling waren we 2 jaar onderweg. Veel ervaring opgedaan. En in verschillende delen van de Volksbank werd agile gewerkt. Maar nog niet altijd in dezelfde ritmes. En vanaf maart doen we dat nu in hetzelfde ritme. Dat betekent dus ook dat het directieteam is veranderd. Het leadership team is nu wat groter geworden met vele PO's. En mijn rol daarin is met name eigenlijk de strategie, dus de herpositionering die we live hebben gebracht. Voorlopig dat echt naar executie brengen, dat is prio 1, in combinatie met de maatschappelijke impact. Okay. Want dat is wel echt het doel wat we voor onszelf hebben gesteld. En natuurlijk is business belangrijk, de schoorsteen dient te roken. Maar wij zijn ook vanuit de kernen, vanuit ons DNA, echt een maatschappelijke bank. En dat willen we gewoon nog meer naar buiten toe uitdragen. Maar natuurlijk ook relevante dingen doen. Dus het is niet alleen roepen, maar echt dingen doen en dat meetbaar maken. Dus die impact is voor ons enorm belangrijk. Met een gezonde business case. Oké, ja, helder. En als je, zeg maar, er zijn natuurlijk een aantal banken in Nederland, bijvoorbeeld bij Triodos Bank, hè, die laat zich alleen maar bijvoorbeeld voorstaan op duurzaamheid. Hè, die was ook vorig jaar bij ons in de Hello Masters. Hoe positioneer je eigenlijk SNS Bank in, zeg maar, het competitive landscape wat jullie zien in Nederland? Wat zijn de 2, 3 punten waarvan je zegt, nou, daar staat ons merk echt voor en dat zijn onze differentiators? Ja, waar wij echt voor staan en eigenlijk ook de strategie die we nu hebben neergezet, is we zien 2 dingen die heel erg belangrijk zijn. We focussen ons op 2 mentality milieus, we maken gebruik van het motivation model. Maar daar begint eigenlijk de strategie van wie is de doelgroep, waar gaan we ons op richten. En wat we zien, en dat is ook gewoon een grotere maatschappelijke trend, is de menselijkheid gaat er af en toe wel een beetje vanaf. Dus de menselijkheid, hoe gaan we met elkaar om? Een aandacht voor een ieder. Dat zit eigenlijk in de kern van DNA. We zijn dus echt die mensenbank. Maar
dat is ontzettend relevant vandaag de dag. Dus aandacht en ook democratisering van aandacht. Dus niet alleen aandacht voor bepaald vermogen. Nee, aandacht voor jou, ongeacht je vermogen. Dat is een belangrijke. En wat we verder zien ook in onze doelgroep, en we kijken ook naar een jongere doelgroep. Die willen onwijs graag groeien. Die willen vooruit, maar die lopen tegen best wel wat belemmeringen aan. Ja. Rondom natuurlijk het woondomein, maar ook vermogensgroei bijvoorbeeld. En geld wordt niet automatisch meer waard vandaag de dag. Maar ook uitdagingen rondom werken. De contracten zijn tegenwoordig natuurlijk totaal anders. Maar ook je pensioenvoorziening denken ze nu nog lang niet altijd aan. Hoeft ook niet. Maar dat betekent wel dat wij erover na moeten denken. En hoe ga je nou eigenlijk je werkende leven vormgeven? Ook daar lopen ze tegen. Ja. Dus de groei is een ontzettend belangrijke item ook daarin. Dus aandacht voor die groei van ieder mens. Ja. Dat is eigenlijk de kern waar wij voor staan. En als je dan kijkt over aandacht, hè, want vroeger had je natuurlijk gewoon de rol van de kantoren, de bankfilialen was natuurlijk super belangrijk. En daar zat ook een bepaalde sociale cohesie ook achter. Maar nu is het natuurlijk ontzettend veel naar het offline kanaal of naar het online kanaal geschoven. Daar kan je natuurlijk ook best wel veel doen qua persoonlijke aandacht, hè, door langer open te zijn en makkelijker benaderbaar zijn. Wat is jullie visie, zeg maar, op een beetje die combinatie van kliks en briks? Ja, eigenlijk zeg je het al, een combinatie. Je ziet natuurlijk inderdaad minder kantoren in het, op straat. Als je naar buiten toe loopt, zie je er minder. Dat is dus niet de richting die we op gaan. We hebben iets meer dan 200 winkels. We noemen het ook expres, ook winkels. Wij helpen. En je kunt altijd binnenlopen. Kantoor klinkt toch iets wat officieel. Meer dan 200 punten. En voorlopig zijn er ook gewoon. Dat is ook echt onze visie. Dat we er willen zijn voor een ieder. En natuurlijk een beeldbelgesprek of op een andere manier contact opnemen. Per e-mail, een bellen, chatten. Dat kan allemaal. Maar het is wel die combinatie van factoren. En waarom doen we dit? We hebben ook goed gekeken naar de doelgroep wat die natuurlijk wil. En wat je ziet is dat het bij de wat complexere gesprekken of adviezen, juist het aankijken van elkaar, het begrijpen van elkaar, dus dat is zowel voor particulier, maar ook juist voor die ondernemer. Het 2/3 van onze winkels zijn franchise-nemers. Het is van ondernemer voor ondernemer, die begrijpt jou. En in een gesprek, daar komen gewoon zoveel meer interactie op gang. En de gesprekken zijn veel rijker. Daar zien wij dus echt die menselijkheid in terug. En in totale NPS en KRS, klantrelatiescore waar we op sturen. Ja, is dit gewoon gigantisch belangrijk en een onderdeel van onze strategie. Ja, helder. Nou, en tegelijkertijd leven natuurlijk, we zijn van de klimaatcrisis door naar corona gegaan. En nu zitten we in een oorlog met Oekraïne met extreem hoge inflatieverwachtingen van Klaas Klot een paar dagen geleden. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken die enorme impact hebben ook op het functioneren van een bank en natuurlijk ook de relevantie van een bank. Hoe ga je daar als marketingbaas mee om? Het is wel eens rustiger geweest. Ik kan me nog herinneren dat corona inderdaad uitbrak. En dat was toch even een momentje met z'n allen dat je de adem inhoudt. Want je weet gewoon echt even niet wat er op zo'n moment gebeurt. Ja. Maar wat je dan dus wel voelt is dat een bank midden in de maatschappij staat. En onmiddellijk een enorme centrale rol heeft. Zoals dat dan gaat op zo'n moment, worden de crisiscommunicatielijnen ingeruimd. Zorg je dat alle informatie, de relevante informatie, op de juiste punten verschijnt. Dat is zowel online als in die winkel. Er moesten natuurlijk ook in no-time spatschermen naar de winkel, et cetera. Dus corona was wel dusdanig heftig dat ook zelfs in de winkel je fysiek dingen moest doen om je aan te passen. Ja. En dat was wel 2 weken lang. In de weekenden liepen de teams door om te zorgen dat de basis weer op orde kwam. Met de oorlog is het natuurlijk ook zo, dat heeft weer invloed op de geldsystemen. En als bank heb je daar natuurlijk ook weer je rol te pakken. Ten eerste, wat merkt marketing daarvan? Onmiddellijk relevante informatie, betrouwbare informatie op de juiste punten.
Want dat zie ik wel als een extreem belangrijke rol. Kennis is eigenlijk stap 1 in alles wat je als mens doet. Hè. Dat vormt een input voor het besluit dat je neemt, op wat dan ook. Ja. En natuurlijk heb je ook emotionele besluiten. Maar kennis is voor een financieel besluit een hele belangrijke. Ja. En daar dienen wij gewoon goed in te voorzien. Ja, en als je dan kijkt zeg maar, naar de misschien meer middellang of langetermijn effecten. Hè? Want je ziet natuurlijk ook een hele snelle opkomst nu van, tenminste al een tijdje aan de gang. Maar ook dingen als cryptocurrencies, alternatieve betaalsystemen. En er gebeurt natuurlijk ook heel veel nu dat allerlei tegoeden worden bevroren. Of dat hele fiat systeem is nu toch wel onder best wel zware druk komen te liggen. Hoe kijk je daar zeg maar meer strategisch naar? Van wat de impact dan is van een merk of van een bedrijf aan zich in de financiële sector? En hebben jullie daar ook al, of heeft marketing daar een belangrijke rol in om daar ook vooral vanuit klantinzichten daar sturing aan te geven aan die meer strategische impact? Ja, wij geven hier absoluut sturing aan, maar wel uiteindelijk proberen we die macrotrends wel weer relevant te maken voor onze doelgroep. En als we dan inzoomen, en ook met name de jongere doelgroep, die zijn tijdens corona meer dan ooit in beleggen gestapt. Dus de groei in beleggingsproducten zie je echt met name uit deze leeftijd komen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant ook een zorg. Want de reden waarom ze het doen is een vrij korte termijn perspectief. Snel die vermogensgroei willen cashen. En dat is niet hoe het werkt. Als je ook terugkijkt en op basis van alle grafieken en onderzoeken, beleggen is een langetermijn strategie. Nou, en alleen die kennis al, maar ook voor mensen juist die nog helemaal niet zijn ingestapt, bieden we bijvoorbeeld ook beleggingstrainingen aan. Dus we helpen je echt met die basiskennis om te begrijpen van hoe gaat de markt op en neer? Wat kun je daarmee? En aan jou is het uiteindelijk het besluit, wil je er wel iets mee of wil je er niet iets mee? Maar wij zorgen wel dat je de informatie hebt, zodat je in ieder geval gedegen in kunt stappen of niet. En dus ook niet 100% van je geld in crypto's stopt, wat ik niet zou aanbevelen. En dus we proberen te helpen met het inzicht hoe de markt eruit ziet. Ja, helder, helder. En is het dan het feit dat je dan echt op die jongere doelgroep richt, is dat zeg maar je core focusgroep om daarbinnen dan relevantie te hebben en daar marktaandeel te verwerven? Of zeg je van, nou, dit zijn eigenlijk services die doen we over alle sociale klassen en leeftijdsgroepen heen, zeg maar dat soort diensten? Ja, we hebben iets meer dan 1,6 miljoen klanten. Dus uiteindelijk is natuurlijk de uitdaging om relevant te zijn voor je gehele base. Ja. Dus ook in je one-to-one aanbod dien je gewoon je klant serieus te nemen en relevant te zijn. Als we kijken inderdaad marktaandeel winnen en waar hebben we als SNS ook wat te doen, waar is onze bekendheid ook wat lager, dat is inderdaad bij de jongere doelgroep. Dus strategisch gezien zijn onze pijlen nu op deze doelgroep gericht. Neem niet weg, we hebben voor iedereen een goed aanbod, want we hebben gewoon meer dan 1,6 miljoen klanten. Ja, helder, helder. En wat zijn jullie zeg maar groeidoelstellingen? Is het dan numeriek? Dus dat je echt het volume van het aantal klanten wil groeien? Of wil je bijvoorbeeld de klantrelatie verdiepen? Of zeg je van nou, wij willen eigenlijk gewoon veel meer in een bepaald segment gewoon daar een grotere piece of the pie pakken? Ja, we hebben eigenlijk verschillende groeidoelstellingen. De belangrijkste eigenlijk is die NPS/klantrelatiescore. Wij geloven erin dat als we een goede klantrelatiescore laten zien, die we ook nauwgezet monitoren met allemaal drivers eronder, wat het dan bepaalt. Maar wij geloven erin dat als die score goed is, dat uiteindelijk je businessresultaat daar ook uit volgt. Dus die heeft een koppeling met je businessresultaat. Maar natuurlijk monitoren we de baten, et cetera. Dat doen we natuurlijk. En daarnaast de maatschappelijke impact score. Dus daar zijn we nu metingen voor aan het opzetten. In lijn met die nieuwe strategie. Dus dat betekent ook dat wij meten in hoeverre we aandacht schenken, in hoeverre we jou zien staan, jou serieus nemen, naar je luisteren, voel je gezien, gehoord en ben je daadwerkelijk verder geholpen. Dus is het daadwerkelijk gekoppeld aan die groei die jij als klant wil doormaken? Helpen we jou bij jouw financiële doelen? En in die score, wij geloven erin dat als ieder individu in Nederland groeit op zijn of haar manier, je dus werkt aan een sterker Nederland. En dat geldt ook met name voor midden- en kleinbedrijf.
Dat is de motor van Nederland. Die metingen zijn we nu aan het inrichten. En daar zetten we natuurlijk cijfers op en zullen we op gaan sturen. Dus in de kern is het de klantrelatiescore en de maatschappelijke impact. Wat eigenlijk de top 2 is waar we op sturen. Ja, helder. Dankjewel voor het delen. Hoe bouw jij een topmarketingteam? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met HelloMaas is er nu een nieuwe manier om een topmarketingteam te organiseren. Ontdek het Flexteam. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende startups, topbedrijven werken al met het Flexteam van HelloMaas. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. Nou, wat je natuurlijk ook gewoon ziet in het algemeen, hè, is dat bankieren wordt ook wel steeds meer een soort van commodity. Hè. We doen natuurlijk alles via onze mobiele telefoon. Dan heb je natuurlijk wel de app van de bank. Maar bijvoorbeeld als je met mobile wallets werkt, dan is het eigenlijk meer een... je houdt het tegen de... bij de kassa trek je het mobieltje tevoorschijn en je betaalt op die manier. Dus hoe kan je de relatie eigenlijk, hè, die je vroeger had met een fysiek pasje en fysiek naar een kantoor gaan, ja, die wordt eigenlijk steeds meer naar achter gedrukt. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Want hoe kun je dan toch nog, zeg maar, die emotionele connectie houden met die klant? Ja, dat pasje gaat misschien iets naar de achtergrond, maar hoe vaak men in de bank-app kijkt, dat gaat niet, dat wordt niet minder. Nee, dat is ook meer. Dus, ja. Dus die connectie is er op een andere manier. Dus dat betekent ook dat je de mijnomgeving waar ze dan in komen of in die app, dat je natuurlijk relevant moet zijn op dat moment wanneer men daar is. En dat is een uitdaging om continu met de juiste boodschap of de juiste informatie klaar te staan. Dus daar zit een uitdaging. Hoe maak je die emotionele connectie? Ja, om echt wel goed naar die consumer insights te kijken. En dan begin ik toch weer bij de jongere doelgroep. We zien dat ze tegen een aantal dingen echt best wel hard aanlopen. Ja, daar vind ik, daar moeten we instappen. Moet je meedenken. Stap 1 is luisteren, meedenken. En uiteindelijk natuurlijk ook met oplossingen komen. Of deeloplossingen. Je kunt als één bank niet alles oplossen. Maar daar zit een uitdaging. Maar de frequentie van contact is veelvuldig. Alleen op een andere manier. Ja, het is misschien iets meer gewoon op usability ook. Hè? Het ontzorgen en het makkelijk maken en educaties. En dat soort thema's, zeg maar, die dan veel spelen. Ja, ontzorgen en makkelijk maken is natuurlijk de customer journey die je goed hebt in te richten. Dat geldt voor ons allemaal in deze sector. Waar je echt de uitdagingen zit, is rondom wonen, kennis, educatieopbouw. Ja. En ook eigenlijk die vermogensopbouw. Dat is toch ook wel een hele belangrijke. Ja. En los van het product, of dat nou beleggen, sparen, crypto's of whatsoever is. Maar in de kern van hoe zorg je er nu voor dat je vermogen in ieder geval niet achteruit holt. En hoe weinig vermogen je ook hebt. Het gaat ook om bepaalde gedragingen. Dus gedragsverandering komt niet in één week. Nee, absoluut, absoluut. Hey, jullie hebben recent ook een nieuwe campagne gelanceerd. Hè? Heel erg gericht op die nieuwe doelgroep en de merkattributen waar je graag op wil laten voorstaan. Kun je eens iets vertellen over de campagneresultaten so far? En ook hoe die gepercepeerd zijn door de doelgroep? Ja, nou, allereerst voordat we live gingen, hebben we dit natuurlijk wel door en door getest. Het is echt wel... De koers bij elkaar opgeteld ziet er toch heel anders uit. Terwijl die eigenlijk in de kern, het DNA van SNS zit er echt in. Maar wat we met deze koers hebben gedaan is wel de maatschappelijke merk, doelgroep en businessstrategie eigenlijk gecombineerd. Het is een volledig geïntegreerde strategie. Dat maakt dat alle afdelingen enzovoort allemaal multidisciplinair samenwerken aan dezelfde doelen. Dat is heerlijk, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een gigantische uitdaging. Want het is een vrij omvangrijk, het is een nieuwe strategie.
De campagne Aandacht voor de groei van ieder mens, hè, met de payoff Eerst de mens, dan het geld, is live gegaan eind januari. We hebben nu inderdaad net de eerste cijfers binnen. Maar daar mogen we nog geen conclusies aan verzinnen, zeggen de onderzoekers dan altijd. Maar wel wat ik hier kan delen is dat wij in ieder geval wel blij waren met de eerste resultaten. Dat kan ik hier zeggen met een glimlach op mijn gezicht. Waarbij ook de merkoverweging in de doelgroep een hele belangrijke is. En we als SNS natuurlijk steeds bekender willen worden rondom de maatschappelijke impact die we willen maken. En waar we als SNS voor staan. Niet voor willen staan, we staan er al. We moeten alleen nog duidelijker communiceren. Ja, helder, helder. Massamarketing is toch wel uit, hè? Want je zit natuurlijk 1,4 miljoen klanten, hoorde ik je net zeggen. En dan kan je natuurlijk gewoon heel veel marketingtechnologie gebruiken om alles te gaan hyperpersonaliseren. Om toch wel die frequentie van die contacten, maar ook de relevantie te verhogen. Maar aan de andere kant ook wel de volume te kunnen draaien. Dus dat je zoveel mogelijk van je klanten kunt bereiken. Maar dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Hoe speelt jouw marketingteam daarop in? We zien die ontwikkeling natuurlijk. En ook wij stappen daarin. In die zin, dat laat je niet geheel voorbij gaan. Maar wat je daarin doet, is vervolgens wel een keuze. We zijn ook met customer engagement bezig. Dus de next best actions, om het zo maar eens te zeggen, uit te rollen. Daarin zijn we ook veel aan het AB-testen. Wat werkt wel, wat werkt niet. En ik denk, als je dit in zijn geheel bekijkt. Hiervoor heb ik natuurlijk ook een tijd bij Ziggo gezeten. Die zijn een aantal jaren geleden met Vodafone Ziggo naar de joint venture begonnen. Dus die zijn verder in de uitrol hiervan. Dus ik denk dat we ongeveer halverwege zitten. We zitten, de massamediale campagnes, die komen nog wel eens voor. Maar ja, de voorkeur gaat toch iets meer naar het midden om steeds relevanter te zijn voor de klant. Dat betekent dat alle systemen aan elkaar koppelen. Dus ook aan de achterkant is dat een uitdaging, zoals ieder ander bedrijf. En ook een bank die al meer dan 200 jaar bestaat. Ja, absoluut. Ja. Wij als marketeers zijn we natuurlijk een beetje gepokt en gemazeld om altijd mooie verhalen te vertellen. Hè? Omdat we natuurlijk uiteindelijk dat ook in ons DNA zit. Maar marketing is ook gewoon heel ingewikkeld geworden. Hè? Je moet heel veel experimenteren ook, vooral met nieuwe zaken, nieuwe technologie. En het lukt niet altijd, hè. Zou je iets kunnen delen van een experiment of een bepaalde campagne wat je wilt delen in jouw team? Ja, dat het gewoon heel anders verliep dan dat je gehoopt had. Ja, mooi. Waar ik dan eigenlijk direct aan denk, zo een tijdje geleden. Met Hai liepen wij altijd wel echt voorop. Dat betekent dus ook dat we de techniek van die tijd, dus dat is toch 2008 of zoiets was dat. Het is toch echt wel een totaal andere wereld dan waar we nu alweer in leven, qua technieken en mogelijkheden. Wij liepen daar best wel voorop en we zaten altijd wel die techniek wat te pushen. En die IT'ers zagen ons aankomen, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment waren we bezig met de Hai vriendenvinder. Dus door middel van eigenlijk je locatie delen, simpel, met je mobiele telefoon. Kon je altijd zien waar je vrienden zaten. Dus bijvoorbeeld als je dan voorbij de kroeg fietste. Dan hoef je dus per ongeluk die kroeg niet voorbij te fietsen. Maar dan wist je gewoon dat Pietje of Klaasje in de kroeg zat. En hoppakee. Dus dan had je elkaar niet meer voor nodig. In communicatie of in tekst. Om elkaar te vinden. Daar waren we zelf heel enthousiast over. En ook wel op basis van onderzoek zagen we echt wel dat dit relevant kon zijn. Maar waar we in die tijd echt totaal nog, daar waren we gewoon nog niet zo ver in. Ook niet als sector. Alle privacy vraagstukken die daar omheen kwamen kijken, daar was eigenlijk nog helemaal niks op uitgekoud. Ja. Het hele privacy iets was nog helemaal eigenlijk niet ter sprake gekomen. Facebook was nog helemaal niet zo ver. Ik weet niet eens, volgens mij was Hives. En dat bestond nog niet eens. We waren beter met Hives. Nee, precies. Al die vraagstukken, maar die kwamen natuurlijk wel op het moment dat we ietsje verder hierin raakten. En we merkten ook wel dat sommige collega's huiverig waren. Van ja, maar wat kunnen dan de effecten zijn? Hoe zit dat dan? Kritische vragen, volledig relevant. En daar merk je dus wel dat je de dynamiek van een team nodig hebt om te voorkomen dat je echt, toch wel een behoorlijk privacy fuck-up in was gelopen. Ja. Uiteindelijk, we hebben dit getest.
Maar we hebben het niet groots uitgerold. Daarentegen bijvoorbeeld de sms-bewaarbox, ik weet het nog. Telefoons konden maar 25 sms'jes bewaren. Ja. En jongeren die wilden gewoon meer sms'jes bewaren. Dus nou, de sms-bewaarbox is wel uitgerold. Maar de vriendenvinder, die is helaas niet geworden. Ja, ja. Nou ja, het was misschien gewoon een beetje vroeg voor je tijd. Want inmiddels zitten natuurlijk gewoon hele families die elkaar tracken via iPhones. Dus dat is zeker. Ja, precies. En dus ik denk ook wel van, ja, wat is dan de les? Want dat is altijd denk ik wel leuk om daar om over na te denken. Dat timing is zo belangrijk. Ja. Je kunt heel vroeg met iets zijn, maar dat betekent niet altijd dat het altijd goed is. Nee, leuk. Hey, wat is de rest van je marketingfocus voor dit jaar? Want je hebt natuurlijk een mooie campagne aan het begin van het jaar gerealiseerd. Zijn er nog andere tipjes van de sluier die je alvast kan toelichten? voor komend jaar en langer zelfs, staat echt op de agenda dat eerst de mens, dan het geld. Dat we de strategie gaan uitrollen. Van strategie naar executie. Dat betekent dat alle klantreisteams, alle productgroepen, de customer journeys goed inrichten in lijn met onze merkpositionering, zodat het totaal optelt. Dus dat betekent aandacht op portfolio, aandacht op de campagnes, maar eigenlijk dat het geheel naadloos optelt, om het zo maar te zeggen. Ja, helder. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje om wat meer in de diepte te duiken over je marketingteam. Want uiteindelijk heb je gewoon goede skills en goede gemotiveerde mensen nodig die enthousiast zijn over je product om het naar de next level te brengen. Dus wat is jouw definitie van een sterk marketingteam? Ja, ik denk dat dat afhangt van het merk, het bedrijf en de fase waar je in zit. Bijvoorbeeld in de afgelopen anderhalf jaar toen we heel erg met die strategie bezig waren, ja, dan heb je toch echt wel behoefte aan even één of twee extra strategen, terwijl die doorgaans misschien helemaal niet nodig zijn. Ja. Dus dan heb je tijdelijk extra expertise nodig. Dus daar ben ik wel voor. We zien ook bijvoorbeeld vacatures vullen we op met freelance. Ook dat en dan even de frisse wind die naar binnen komt. Maar bijvoorbeeld de redacteuren, wat heel belangrijk is in de financiële sector, want we hebben natuurlijk enorme stromen aan informatie die we goed naar de klant dienen te brengen in begrijpelijke taal. Ja. Dus dat betekent dat wij een structurele, flexibele schil hebben. Dus wij hebben een aantal redacteuren, een pool van redacteuren, waar we altijd uit kunnen kiezen. We hebben een aantal vaste dienst, maar ook die flexibele schil. Om juist wel mensen te hebben die snappen hoe je de financiële communicatie van een ingewikkeld product of een ingewikkelde verandering naar hele begrijpelijke taal verandert. Ja. Van flexibele schil naar freelance. Dus het is eigenlijk een soort van hybride model. En ik denk wel dat het uitmaakt als je een nog groter bedrijf zal misschien meer in-house doen en een kleiner bedrijf minder. Dus daar hangt het natuurlijk ook vanaf. En hoe groot is jouw in-house marketing team? Dus zeg maar de mensen die echt op de payroll staan bij SNS? Ja, dat is dus nu veranderd tot de hele agile transformatie. Want het zijn natuurlijk nu allemaal klantreisteams met PO's. Maar was de marketingafdeling, was zo'n mannetje, 45 FTE. En daar zat marktmanagement, dus de business, merk en communicatie. Klantwaardemanagement, dus het base management en digital marketing. Dus daar zat eigenlijk alles in, ook inclusief redactie. Dat was het totale team. En dan had je nog een multimerk organisatie bij de Volksbank. Want als alle product managers en van alle bankproducten natuurlijk met ook vier merken schakelen, dan wordt het een beetje druk. Dus op die manier waren we als totaal georganiseerd. Ja, en als je zeg maar nog verder denkt, hè, over die hybride organisaties. Hè? Want Hellomaas werkt natuurlijk ook met veel grote organisaties samen die juist ook kiezen voor zo'n flexibele laag. En wat ik altijd heel leuk vind als ik dan met de CMO's praat, is van, nou, wat vind je nou eigenlijk de kerncompetentie die in je vaste team zou moeten zitten? En daar zitten nog wel eens wat verschillen in die antwoorden. Dus ik ben ook wel benieuwd naar welke competenties jij echt essentieel vindt om in huis te hebben en waarvan andere competenties waarvan je zegt, nou, dat vind ik juist heel fijn om die veel meer flexibeler in die flexlaag te stoppen. Ja, nou, voor de fase waarin wij nu zitten is merkstrategie
echt heel erg belangrijk om die te borgen. Dus die competentie, die kennis, die dient structureel in het team te zitten. Als je kijkt naar de digital competenties, daar zou je best kunnen werken met een structurele laag en een deel aanvulling. En waarom? Omdat juist ook die frisse wind de kennis van de zittende mensen ook weer kan aanvullen. Waardoor je ook op een natuurlijke manier verder leert, verder groeit. Redactie, wat ik al zei, zit meer in de flexibele schil. In combinatie met vaste contracten. Dus zo zie je eigenlijk op de competenties inderdaad hele verschillen al ontstaan. Businesssturing, ja, die mensen zijn gewoon vast in dienst. Dat is een continue sturing. En dat is niet even een truc wat je in één dag leert of dat je het hele speelveld overziet. Dus daar zitten wel verschillen in. Maar zo zie je dus hele verschillen ontstaan. Ja, interessant hoor. Ja, je ziet toch echt wel dat heel veel verschillende gasten bij Hello Masters hebben toch echt verschillende modellen. Bijvoorbeeld de CMO van bol.com. Ja, die doet bijna alles in-house. Het is natuurlijk ook een hele flinke e-commerce competentie, zeg maar, binnen die rol. Zelfs met front-end developers in de marketingteams. Terwijl bijvoorbeeld Mastercard, die heeft een marketingteam van 3 mensen en die sourcen alles uit. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder dat je ziet. En zeker, ja, denk ik in financial services, waar je natuurlijk dat compliance deel en ook echt begrijpen, zeg maar, wat wel en niet kan, natuurlijk heel belangrijk is. Een reputatie, hè? Ja. Dus dat is het wel belangrijk dat je dat, zeg maar, qua een aantal van die dat soort zaken gewoon wel in-house. Maar wat je dan juist weer qua innovatie en van frisse blik van buiten naar binnen, is het ook wel weer prettig om dan bijvoorbeeld vanuit marketingtechnologie of vanuit andere experimenten, zeg maar, dingen meer in die flexlaag te doen. Dus dat is wel interessant wat jij ook deelt, dat jullie al echt wat langer, zeg maar, met zo'n model werken. Ja, en ook alle facetten eigenlijk dus. Hè? Dus en de flexibele schil, die dus echt, nou, die loopt al jaren, dat we een vaste flexibele schil hebben. Dat is ook wel grappig. En de freelancers zijn denk ik al van een hele lange tijd. We werken met een aantal vaste bureaus. Daarin zijn we in zijn totaliteit wel wat geminderd, maar een aantal vaste, sterke, strategische partners. Dat je natuurlijk echt een goed kernteam vormt met elkaar. Dat zie ik ook wel als belangrijk. En waarom ook nu, juist ook de fase waar SNS in zit, is die strategie uitrollen. Je moet hem eerst uitdenken, dan ga je hem uitrollen. Maar ja, consistentie is zo belangrijk. En niet van de rails afraken. En dat kan alleen maar met als je bepaalde dingen wel borgt in je team. En dat zorgt ook voor rust. Want er komen zoveel dingen voorbij. En ook waar de bank een rol heeft te spelen. En dat zijn niet de kleinste dingen zoals we al noemden. Zoals corona of de oorlog. Ja, je betekent wel, je moet wel de rust bewaren met z'n allen. En steady die strategie uitrollen. En er niet van afwijken. Tenzij het echt nodig is. Bijsturen, oké. Maar ja, het is toch wel vasthoudend gewoon doorgaan. Ja. En hoe hou jij je team vast? Want je ziet wel een enorme verandering ook in de manier waarop vooral jonge mensen willen werken. Een hoop kiezen ervoor om te gaan freelancen. En je ziet echt dat de verloop, zeg maar, bij organisaties enorm toeneemt. Hè? Veel mensen gaan veel sneller jobhoppen dan vroeger. Je ziet ook het aantal marketingvacatures enorm stijgen. Wat voor een impact zie jij binnen je eigen team? En heb je daar bepaalde programma's voor op om te zorgen dat je toch dat kernteam, zeg maar, echt houdt en bindt? Nou, wat we zien is dat de combinatie met de commerciële uitdagingen gecombineerd met de maatschappelijke uitdagingen en dat in één strategie is vormgegeven, dat wel vernieuwend werkt. Dus ook in de uitvoering van de strategie, want we hebben dit natuurlijk met z'n allen bedacht. En dan is het nog niet live. Eind januari ging dat live. En als ik zag hoeveel energie in het totale team zat, dus niet bij één specifiek domein, maar in het hele team, om dat ten uitvoer te brengen met elkaar naar die livegang, ja, daar zat gigantisch veel energie op. Dus hoe houden we het team bij elkaar? Ja, toch wel echt hele duidelijke, maar ook gemeenschappelijke doelstellingen.
En de combinatie van business met maatschappelijke impact. Dat is iets waar we ook zien, daar zit tractie op in mensen die komen aankloppen van zijn de mogelijkheden. En dat zie je ook bij jongeren. Dit is gewoon belangrijk, dat we met z'n allen als bedrijven kijken naar welke maatschappelijke vraagstukken liggen er. Welke één of twee pak je beet als bedrijf en hoe maak je die relevant voor je klant? Dat is gewoon je verantwoordelijkheid ook als bedrijf. Ja, interessant hoor. Ja. Ja, we zijn al een tijdje aan het praten, Marjolein. Ik vind het altijd heel leuk om een beetje persoonlijk finish off te doen. Nou, stel je voor, je bent nu 20. Je start of 20, 25 en je start je marketingcarrière. Welke skills zou je jezelf nu aanleren? Welke skills zou ik mijzelf aanleren? Nou, als ik vandaag de dag zeg maar zou beginnen in marketing, dan zou ik wel zeggen, basis digital en analytische skills, die zijn gewoon nodig. Goed omgaan met cijfers, de datasets begrijpen. Het is onmisbaar. Hoef je niet allemaal zelf te kunnen, maar het begrijpen en ermee omgaan en snappen hoe het werkt, wat je ermee kunt, de potentie zien. Dat is denk ik een hele belangrijke. En ja, toen ik mijn studie deed, heb ik wel mijn SPSS-papieren gehaald. Maar zo heette dat toen, ja. Maar dat was het. Ja, precies. Ja, dus ik denk wel dat, dat is een hele belangrijke, gewoon basisvaardigheden in dat domein. En daarnaast denk ik ook wel dat we nu in een tijdsbestek zitten dat bedrijven de verantwoordelijkheid dienen te pakken om één of twee van die maatschappelijke vraagstukken vast te pakken. En dat betekent dat het werk van een marketeer ook verandert. Het is niet alleen op basis van consumer insights je werk doen, maar ook op basis van eigenlijk die macrotrends die er spelen. Hoe maak ik die relevant op individueel niveau? En daarmee draag je dus eigenlijk een stukje bij aan de maatschappij en je genereert er business mee. Ja, ja, maar inderdaad een bredere mindset zoek je dan. Ja, zo'n mooie. Welke boek of podcast of film, wat heb je recentelijk zeg maar gelezen of gezien waarvan je denkt, hey, dat is echt een leuke tip voor vakgenoten? Nou, ik lees heel veel, maar dat is de krant. Ik ben heel nieuwsgierig en ik wil eigenlijk alles weten, zodat het uit te pluizen met de, nou ja, eigenlijk snackable content. Daar ben ik heel erg van. Maar als ik een, als ik een boek, ja, dan denk ik aan, het is niet per se marketing content, maar dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. En dat is van een, uit mijn hoofd, een Zuid-Koreaan. Volgens mij heet die Sunim. Maar het mooie daarin vind ik eigenlijk, en daar zit die connectie met die inzichten wel. Inzichten zie je pas als je een soort van rust creëert. En dan in één keer heb je zo'n aha-moment. En denk, daar zit het. Dit boek gaat niet zozeer over consumer insights. Maar wel dat je dingen pas ziet als je er tijd voor maakt. En het gaat ook wel een beetje over de kern van leven. Want we zien natuurlijk dat de wereld onwijs hard doordraait. En wij als marketeers kunnen best wel snel meedansen. Maar ik denk dat we ook een taak hebben om de rust te bewaren met z'n allen. En soms misschien gewoon even stil te staan. Ja, mooi hoe je dat zo zegt. En ook een mooie manier om wat mij betreft deze podcast te beëindigen. Dankjewel voor ruim 3 kwartier insights over je eigen carrière. Over waar jullie mee bezig zijn. Om het merk relevant te maken voor ook een hele specifieke doelgroep. Maar uiteraard natuurlijk ook voor alle 1,4 miljoen klanten die jullie nu al 1,6 bedienen. Dankjewel Marjolein voor al je insights. En heel veel succes met de verdere uitrol van de mooie campagne. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel erg leuk.